U had vanochtend een verrassing voor de burgemeester van Leiden. Ja, dat kan je wel zeggen. En het is aardig gelukt, want hij stond onder de douche. Hij had volstrekt niks in de gaten. De werkdag van de Leidse burgemeester Henri Lenverink begon donderdag muzikaal. Oud-ambtenaren John Olivier en Hein van Woerden verrasten de burgervader met een draaiorgel en een bos bloemen, omdat Lenverink vanaf vandaag een bijzonder record op zijn naam heeft staan. Ja, ik begrijp dat ze hebben uitgerekend dat ik vandaag de langzittende burgemeester van Leiden ooit ben. En dat bedoelen ze eigenlijk van na de gemeentewet, dus midden 19e eeuw. Want ik hoorde net dat er daarvoor nog eentje gezeten heeft waarvoor ik nog even moet blijven om die in te halen. Ja, u moet de mei van Streefkerk nog inhalen. Ja. Hoe lang moet u dan nog? Ja, ik geloof ergens tot maart volgend jaar. Van Woerden rekende het precies uit. Lenverink heeft met 6713 dagen onder andere het record van Kees Goedkoop verslagen. Ja, en niet alleen hij, maar ook burgemeester van Kinschot, die één dag verslagen heeft. En burgemeester Goedkoop twee dagen. Ik heb dat 19 jaar geleden of 25 jaar geleden uitgerekend toen Kees Goedkoop wegging. En ik denk, ja, dat moeten we nou ook weer doen met Henri Lenverink. Olivier herinnert zich de eerste dagen van Lenverink nog goed. Hij was een zeer gedreven wethouder in Arnhem. En de burgemeesterschap vraagt een iets andere rol. En daar heeft hij zich uitstekend in ontwikkeld. Maar dat ging niet vanzelf. Om vanuit een wethoudersrol, zeg maar een burgemeestersrol. En naast wat hij heeft zich ook heel erg ingespannen in verbeterde samenwerking met de Universiteit Leiden. Het is gewoon een ontzettende leuke stad met ontzettend veel leuke dingen. En dan heb je ook wel heel veel plezier in je werk. Dus dat is wel fijn. Mooi begin van Leids ontzet. Ja, geweldig begin. Ik vind het superleuk. Maar ja, wat moet ik hier nou verder? Hoe moet je dit nou uitleggen, moet ik eerlijk zeggen. Dit is echt wel heel gek.